broodje mee. Biffy en koekje. Lekker, lekker. Ja, schat. Ze weten hoe de kleren aan, dan ben je helemaal vies. Oh, je spui. Het is voornamelijk wetter, maar... Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Ik ben de waande mijn zaken zien. Tromke kleren uit zijn haamwoest, hè? Zo'n kleren. Zaken had zien iets meer achter de tossen. Ildo leidt nog. De oren traaien nachten is Ildo heel het in de baan geweest. En nou hier ze juster Jin 40.3 koorts. En het blijkt dus dat ze eerontsteking had. Dat is echt super zielig. Dus ik ga maar even een setbeeldje voor haar kleerlijn. En ze heet heel benauwd. Dus dan broek ik vaak wat luf. Maar ja, het is wel heel sneu. Dus ja. Kuchelen, benauwd, net in, gewoon net in haar hum. Je strekt de hele dag had ze bij mij wat op het borstlijn te koesten. Dus het is wat oors als oors. Dus ik neem gewoon Juwet lekker de tijd voor Ildo. Zaken met haar zijn squallen en die had vanmiddag train. Dus we zullen wel even wat de dag verder brengt. Ik wou sowieso eigenlijk wel even met Ildo lekker naar boeten. Moet ik misschien even opvareren, maar even een frisse neus is altijd wel lekker. Dus misschien even een blakje om in een bennenwijn of zo. Zoiets. Maar even zien hoe ze aan ze wekken wordt. Ze lijkt nog lekker te koesten, dus die liet ik lekker lizzen. Nou, ik zal zaken zien. Tromp even een kleermaatje. Wat was voor fruit maar haar zaken? Een par of een banaan of wat hebben we nog meer? Druiven? Een par? Een par. Nou, dan een par. En een broodje met ham. Ja. En een biefie? Ja. Of een koekje? Een biefie en is dat ook al hierop of is dat in ballen west tegen? Dan zet ik mijn ballen west tegen. Ja. Wat zei je toen? De eerste pauze eet ik het koekje. En de tweede pauze de biefie. En de ballen? En ja. Boks? Bloot? Oké, nou vooruit. Een biefie en een koekje. Er giet het broodje op. Ga met al je jet. Ik let je hem vanmiddag zien. Doe ik het tromke hier. Zullen we zien wat er allemaal in zit. Een broodje mee. Ham. Pap. Biffie en koekje. En wetter. En dan doen we nog even roes. Roesvisie. Zo. Nou meneer Boes, maar die pretpakket is klaar. Dank je. Dank je. Doe ik het in die tas. En hier weer een liefste mosje. Goed drinken, hè? Voor schande zaken, hè? Ze moet heel goed. Maar veel hoe warm het is. Oh, bloof van mijn voetjes af, zei ze. Wat doet zaken? Wat doet er? Is het lekker drinken? Lekker wetter. Lekker, lekker, lekker. Hé, schat. Zo sneu. Met me pakken? Oh, was nog een beetje, ja. Dat is nog een beetje. Mem zit in bed, jeefjes. Jij hebt wel alle ziektekinderen. Ja. Maar dan aan zijn we met Max ziek op bed. Nee. Mem ben nooit ziek. Jawel. Probeer. Mijn corona. Ja, doe dan is het drie ziek, hè? Ik ben net ziek. Nee, maar doe eerst het wel, hè? En doe eens net ziek. En Mem wel. Maar nou, beter ik als doe. Eerst zie ik het net en toen wel. Maar de vernam is er niks van? Nee. Is er nog fles pakken? Alleen een beetje. Dank je. Zal ik hem hier al zetten? Ik ga hem zo uitpakken. Hoe is hem dan? Ha. 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 Tje, die knuffel is nog vier. Die lion nog, hé. A few moments later. Nou, en wil ik het bed van Ildo al hier op de zaken met mem Ildo spuit. Is het een spuit? Ja. Ja, dit is de jas, hè. Ze weten hoe de kleren aan, dan ben je helemaal vies. Oh, je spui. Het is voornamelijk wetter, maar... Ach, dit is een mosje. Banken, even poetstal. Zet ik die nou even in de klingen huizen. Dat is net in de modder, net in de modder. Nee. Later. Nou, weer alleen nog het broekje een beetje vies weer. Dus voor haar was ze lekker hoeken net helemaal op te poetsen. Dan had ze natuurlijk wel een keer verlet van. Ik, die keer voor het mijne was ik. En dan breng ik zaken aan de squallen. Much later. Zaken in de squallen. Ildo we hielden dan net in haar hum. Dus ik ga haar nog maar even een keer op bedje lijn. Zetbeeldje erin.
hopelijk. Jouwt ze haar even deel. Sleep is het beste medicijn. Ze had wel wat dronken. Maar alles wat ze opiet, komt er weer uit. Dus dat is wel heel sneu. Nou ja, ik zal even wat wask opvouwen. En even wat stofzuigen. Hoop ik. En lekker kroelen met Ildo. Nou, het is waarschijnlijk met Ian omdien. Maar ja, Uze Piet Paulusma is verstoren. Best wel abrupt ijs. Ja, naast dat ik nou een collega van hem ben bij de omroep, ja, heb ik vooral als band zijnde al 2 keer een keer met Piet bij het waarstien. Hè, en dan morgen tot morgen. Dus ja, hij heeft er gewoon bies, zeg maar. Dus ja, ik kwam een heel mooi gedichtje op Facebook voorbij. Van Jannie Luchtenveld op de Facebookpagina Frieske Taal. En ja, dat dekt de lading wel, denk ik. Dus die wil ik even met hem delen, een gedicht van Piet. Wat als morgen voortliket en juster west had? Wat als morgen als dienje field en juster bloed? Wat als morgen geen takkomst meer had en juster alleen nog maar skiernis is? Betink dan dat juster prachtig weer. En als morgen waarom denk ik is aan een mooi juster? Morgen komt altijd, oant morgen. Nou, die vond ik toch wel heel prachtig mooi op zijn kreun. En ja, we zijn al je dan zo missen, want dat was een unieke man. En ja, er is maar één die het op die wijze de wankel. Onder de meesten, mij de meesten. Dus ja, hij zal heel wat mist worden. Dus dat wil ik dat is even met hem delen. Ja, en dan zit ik nooit toch echt wasken. Of wat. Nou, alle keer. Ildo is echt net veel te volgen gelijk met Deljaan. Dus dit wordt een Ildo kroepiedij. Dus ik neem afscheid van hem van Joort. En ik hoop je heel gauw aan een nieuwe chitsvlog. En dat dit liedse moskje dan weer beter is. Ik zou zitten, want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi!